De provincie Gelderland gaat een bijdrage van 3 miljoen euro leveren voor de realisatie van de Dorpersingel Oost. Op verzoek van de VVD wordt de financiële ondersteuning in de voorjaarsnota van de provincie geregeld. Het dossier over deze verbindingsweg die de verkeersdruk in Lent moet verlichten speelt al sinds begin van deze eeuw. De financiering was het grootste struikelblok van het voorgenomen project. De gemeentes Nijmegen en Lingewaard konden samen niet tot een sluitende begroting komen. Daarom was hulp vanuit de provincie noodzakelijk, maar die kwam niet. Gedurende het afgelopen jaar bleek dat de bereidheid er wel was. Nu beide gemeentes overeengekomen zijn hun bijdrage te verhogen, kan de begroting sluitend gemaakt worden met de 3 miljoen euro die de provincie beschikbaar stelt en kan de Dorpersingel er eindelijk komen.